Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 27 maart van Weerplaza. We krijgen vandaag een storing over. Die ligt op het moment boven Engeland. En van het westen uit neemt in de loop van de ochtend de bewolking toe. In het oosten kan vanochtend de zon nog even doorbreken. Vanmiddag is het overal bewolkt en gaat het van het westen uit regenen. In het noordoosten blijft het tot de avond nog droog. Het wordt 8 of 9 graden en de zuidoostelijke wind die trekt aan naar matig windkracht 3 tot 4. Vanavond is het bewolkt en regenachtig bij 5 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen zien we ook veel bewolking en het regent geruime tijd, vooral in het midden en zuiden van het land. Er kan zo'n 7 tot 13 mm aan neerslag vallen en het wordt hooguit 9 graden. Het is dus een natte woensdag. Donderdag blijft het wat vaker droog, maar er valt nog steeds van tijd tot tijd regen bij 6 tot 9 graden. Vrijdag breekt de zon weer door, maar ook dan is nog een enkele bui mogelijk. En ook in het weekend is het wisselvallig met soms wat regen. De temperatuur gaat wel omhoog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.